on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe duo commentary natuurlijk in de serie Dagen Jullie Uit. Challenge die ik al een tijdje geleden heb gekregen. En met wie heb ik het genoegen? Met Rody. Met Rody, stel je even voor, jongen. Nee, ik ben Rody, ik ben 14, bijna 15 jaar oud en ik ben voornamelijk een cosplayer. Voornamelijk een cosplayer. Je bent 14, zeg je? Nou, je klinkt echt alsof ik, als je had gezegd tegen mij, je bent 18, had ik het geloofd. Ja, klopt. Dat zeggen heel veel mensen. Je hebt al een hele zware stem voor jouw leeftijd, of niet? Ja, dat klopt op zich wel. Maar hoe lang speel je al kort? Eigenlijk nog best wel lang. Toen had ik 9 was, kreeg ik mijn Xbox. Dus dan ben ik gaan spelen eigenlijk. Ja. En toen had ik 12 was, ging mijn Xbox kapot. En toen was ik, een week daarna was ik al jarig, dus kreeg ik mijn PS3. Jij speelt op de PS3. We zien trouwens jouw gameplay. Vertel eens even wat over de gameplay. Want je hebt een challenge gekregen natuurlijk. Een paar weken geleden was het alweer, hè, geloof ik. Hè? Volgens mij een maand of zo. Want het is een beetje rommelig geweest met mijn computer. En weg geweest een paar keer. Natuurlijk wat mindere dingen gebeurd. En we hebben natuurlijk Advance Warfare gekregen. Vandaar dat alles een beetje uitgesteld is. Maar vertel even wat over de gameplay, jongen. Het is een Nuketown 95-4 gameplay op Domination. Ik speel zelf met de Galil Suppressor volgens mij. En dan de vaste perks van mij zijn Flak Jacket, Slide of Hand, Marathon. Ja. En dan speel ik met volgens mij de Semtex, Concision en de Motion Sensor. Oké, en je killstreaks, ik zie al dat je een Blackbird nu inkalt. Dus je speelt met Blackbird Chopper kunnen dogs, hè? Ja. Ja, ik zie het toevallig dat je nu een Blackbird haalt en je gaat nu dood. Ja, in het begin had ik een chopper volgens mij en dan ging ik sparen een soort van voor mijn andere chopper en dogs ging proberen. Ja. En dat lukte dan ook en daardoor had ik zoveel kills. Hé, maar ik moet je toch eerlijk vragen, hoe kom je nou aan zo'n noob lobby? Nou, ik zoek gewoon lobby's, dat is het gewoon, want op Black Ops 1 heb je nu vaak dat je gewoon open lobby's joint. Bijvoorbeeld dat je als enigste erin zit en dan laat je gewoon mensen joinen. Ja. Vandaar is het ook makkelijk om een map te zoeken. Ja. Ja, want we moeten echt mazzel hebben, wat ik al in ons vorige gesprekje zei, hè, is dat je een lobby moet vinden en je moet toevallig deze challenge doen, dus moet je op Nuketown doen, je moet geen goede tegenspelers hebben, je moet niet de slechte bij je hebben, maar ook niet de goede bij je hebben. Hè. Dus yeah. Het moet allemaal een combinatie van allerlei, het is een combinatie van allerlei factoren, zeg maar, hè, dat je de challenge kan halen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik zat te kijken en ik vond het eigenlijk wel heel erg knap, want je haalde je gameplay eigenlijk in 7 minuten. Ja, klopt. En je wint echt met 200 tegen 39 en dan haal je gewoon 95 kills. Nou, dat vind ik echt best wel knap eigenlijk. En je had nog wat over jezelf verteld, over competitive en zo. Vertel eens erover. Misschien leuk voor de kijkers. Ik zit zelf in een clan en die heet Wipe. En even kijken, ik ga nu even kijken op PS3. En er zitten 20 members in. En het is op zich wel leuk, want we spelen vaak met parties. Er zijn dan 3 parties. Ja. En dan gaan we proberen allemaal hele goede gameplays te halen. Op zich is het wel moeilijk om dan je chopper en dogs in te callen, want ja, het is een clan. Ja. Dus die gaan dan natuurlijk ook dogs en chopper in callen. En dan is het best wel moeilijk om zelf een goede gameplay te halen. Ja. Maar ja, maar daar heb je dus een klem voor. Ja, inderdaad. Je doet het vaak op Black Ops 1 en 2, hè, zei je? Ja. Ja. Zijn dat je favoriete Call of Duty's ook, eigenlijk? Ja. MW3 vond ik ook wel leuk. Alleen niet zo heel erg leuk om te gaan no-lijven. Ja. En ik heb zelf nog geen Advanced Warfare, maar ik denk dat ik hem wel ga kopen. Oh, je hebt hem nog niet trouwens, want we spreken toevallig in dat ik dacht dat hij online komt. Dus dan heb je al een weekje loop je achter, zeg maar. Maar ja. Waarvoor zat je te twijfelen, als ik vragen mag dan? Nou, omdat ik ook al die fout heb gemaakt bij Ghost. Ja, oké. Maar moet je wel eerlijk zeggen, iedereen was meteen daar negatief, hè? Eigenlijk bij ja, klopt. Weg maar na een paar dagen. Ik had Ghost gelijk, ik had hem gepreorderd, dus had ik hem gelijk. En ik zat het te spelen en ik dacht echt van, wauw, wat is dit eigenlijk een fucking shit game. Het was zo slecht, gewoon, je was in 2 kogels dood, ja. Wat nu ook op Advanced Warfare is, maar... Ja, 3. Ja. 3 kogels, maar je gaat wel snel dood inderdaad, maar het is wel een heel andere benadering, maar je moet er wel even aan wennen, denk ik.
Ja, klopt. Dat wel. Je moet even doorbijten. Ik denk ook bij mezelf van, weet je wat, ik begin nu bij een nieuwe Call of Duty en je moet gewoon even begin, moet je alles voor lief nemen en dan ga je gewoon maar door en dan zie je wel. En dan ga je slecht in het begin nou en, maar ga maar door. Doorgaan. Dan komt het vanzelf eigenlijk wel een beetje goed, snap je? Ja, klopt. Maar ik heb ook een vriend nog van Black Ops 1 of van Black Ops 1 op Xbox. Ja. En die heeft nu dan een channel en die heeft iets van 100.000. Ja. En die speelt ook Advanced Warfare en die had gewoon baas gameplays. Oké, okay. Jij hebt zelf geen kanaal, hè? Nee, ik had, maar dat was nog toen dat ik klein was met Minecraft en zo. Je weet wel hoe het zit. Oké, okay. Dus dat was even geen succes of zo? Of dacht je bij zelf, nou ja, nee, ik had nu, even wachten. Ik heb nu iets van 80 subs daarop dan. Ja. Maar ik heb nu al iets van 6-8 maanden niet meer geüpload, dus ja. Oké, okay, dus het is eigenlijk gewoon over. Dus ja. Maar je wil wel een keertje beginnen weer, zei je ook? Ja, als ik weer een Elgato heb, dan ga ik beginnen met COD. Oké. Nou, dan zijn we benieuwd naar jouw gameplays, zou ik wel maar zeggen. Hè? Of je commentaries. Wat vind jij eigenlijk belangrijk? Vind jij nou een commentary belangrijk of vind je een gameplay belangrijk? Nou, ik vind natuurlijk als je een commentary hebt, vind ik natuurlijk wel dat er een goede gameplay op de achtergrond moet. Maar daarentegen moet ook de commentary goed zijn. Okay. Want als die niet goed is, dan gaan mensen ook niet naar je luisteren. En dan gaan ze disliken omdat ze je commentaar niet goed vinden. Ja, oké. Okay. Nee, oké, okay, begrijp wat je bedoelt inderdaad. Maar bij een live commentaar mag je ook mindere gameplay, dat bedoel ik eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Hey, we zijn al bijna door de gameplay heen. Jij gaat dus Advanced Warfare kopen. Nou, dan ben ik benieuwd. Waarop ga je spelen trouwens? PS3. Ik zou ook voor PS4 gaan sparen. Maar als ik dat heb, dan ga ik hem natuurlijk ook kopen. Ja, want het is echt een grote kwaliteit. Tenminste, ja, klopt. Ja, niet kwaliteitverschil, maar ik bedoel meer van, de spel is gewoon echt veel mooier op de PlayStation 4 en de Xbox. Ja, klopt, qua graphics. Ja, inderdaad. Dus, de gameplay is alweer over, dus ik wil je graag bedanken, jongen, voor je challenge. En mocht je even op Twitter hebben, moet je even doorgeven, dus zet ik het in de beschrijving natuurlijk. En dankjewel, jongen. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. Hey, jongens en kijkers, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.